klassieker nummer 2 in het vrouwenvoetbal. Duel in oktober op Varkenoord, waar Feyenoord met 4-1 won. Vandaag wil Ajax revanche, vandaag wil Feyenoord kijken of het nog een keer zoiets kan uithalen. Pelova. Bal op Grant. Kan die de bal nog meenemen? Chesney Grant kan hem afgeven aan Leuchter. En Leuchter moet daar gaan scoren, maar het duurt te lang voordat ze kan schieten. Prima aanval van Ajax. Goede bal van Pelova. Uitstekend meegenomen ook door Grant. Boshuizen. Van de Goorberg. Ruimte voor Feyenoord om een grote kans te creëren. Van de Goorberg, bal onderweg aangeraakt. En daardoor een makkelijke vangbal voor Van Eyck. En Van Eyck twijfelt even. Van Diemen kan uithalen tegen de oude club. En dan kan Rijsdijk het afmaken. Maar Rijsdijk raakt die bal niet goed. Mooi balletje van Leuchter. Bakker kan ze uithalen. Die ruimte ligt er niet. Spitsen. Pelova. En Grant. De pogingen van Ajax tot dusver gaan over of naast. Doorn heeft wat ruimte om uit te halen. Lisa Doorn gaat dat ook proberen. Maar ook dit schot past weer in het rijtje van schoten dat we al gezien hebben. Spitsen van der Most. Obispo maar half. Dat is niet genoeg. Van der Most wordt daar geschept. Is dit een penalty? Nee, ja, toch wel. Toch wel. Er is weer wat bedenktijd voor nodig. Maar Vivian Peters wijst naar de stip. Na even wat contact te hebben gehad. Obispo met de sliding die al te laat is. En dit is een blok. Ja, duidelijk. En nu moet ze toekijken, Robine de Ridder. Hoe een door haar weggegeven strafschop ingeschoten gaat worden door Romee Leuchter. Om de twee handen vol te maken dit seizoen. Nummer 10. Ze schiet hem toch aardig binnen. Onberispelijk binnengeschoten hoor. Spitsen. Leuchter is goed vertrokken, kan gaan uithalen, kan ook gaan voorgeven, maar voorgeven hoeft helemaal niet. Romee Leuchter, nummer 11 van het seizoen en 2-0 voor Ajax. Ja, en dit is precies zo'n moment waar zij natuurlijk uitermate goed in is. Uit de rug weglopen van Diemen en echt een heerlijke paas ook van Spitsen hoor. Ze loopt hier goed weg. Ja, dan is met die afronding ook helemaal niks mis mee. Meteen haar eerste balcontact heeft. Spitsen. Verlengen onbedoeld van Bakker. En Grant kan daardoor in de korte hoek uithalen. Tweede paal. Breng in. Breng in. De Sanders. Helemaal vrij. Leuchter. Ze geeft hem nog af aan Bakker ook. Had hem nog aan kunnen nemen daar. Spitsen. Noordam. Het is de fase in de wedstrijd waarin Ajax het af kan maken. Als dat met een 2-0 stand al niet een beetje het geval is. Dat onbedoelde verlengen met de rug van Bakker, die eigenlijk bukt. Bakker. Zo'n bal zoals Spitsen gaf bij waar uiteindelijk de 1-0 uitkwam, is een voorzet van Grant. En die wordt binnengekopt door Leuchter. Dat is haar grootste kans op haar derde van deze middag. Van Diemen. Obispo en Konijnenberg. Allemaal dichtbij. Maar niet dichtbij genoeg. Het zat er vandaag gewoon niet in voor de Rotterdammers. De koppositie is met de kerst en in het nieuwe jaar voor Ajax. Zij winnen deze tweede klassieker en nemen daarmee revanche op de verloren klassieker in Rotterdam.